28 november 1992. Een mijlpaal voor Oscar. De opening van de nieuwe studio's onder Vegelingsdijk, tegelijk met de evenementenhal. Wij hingen hem live beelden beloofd vorige week, maar door de grote drokte wie dat helaas net mogelijk. Maar dat maakt ze wel goed, zeg maar. Goede locatie. Persoonlijk ben ik pas sinds oktober actief betrokken bij het wel en wee van Oscar. Maar Oscar heeft natuurlijk een veel langere historie. De lokale omroepskasteloon bevindt zich inmiddels in het zevende jaar van haar bestaan. We hebben in de afgelopen jaren gebruik kunnen maken van een studioruimte aan de Westermarwei. Een noodoplossing. Dat onderkomen in een woonomgeving was niet echt ideaal. Ruimtegebrek, geluidsoverlast en parkeerproblemen. Toch heeft Oscar in die 7 jaar vanuit de Westermarwei heel wat opgebouwd. Oscar verzorgt al vanaf maart 1986 wekelijks vele uren lokale radio en televisie.
Het raamprogramma is er 24 uur per dag. Aan het eind van 1987 kon Oscar een infokanaal op de televisie opstarten. Een nieuwsvoorziening waar tot nu toe vooral verenigingen gebruik van maken om aan hun leden plus andere belangstellenden allerlei boodschappen door te geven. Ook gemeentelijke publicaties lopen via dit infokanaal. Dit jaar mag Oscar ook reclame maken. Een inkomstenbron waarmee we hopen de twee aangestelde coördinatoren in dienst te kunnen nemen. De organisatie te versterken, aangegane financiële verplichtingen te voldoen en verdergaande diepte-investeringen in apparatuur te bekostigen. Door de inzet van de vele medewerkers die ontzettend veel vrije tijd en energie in de programma's en de organisatie steken, kan de statutaire doelstelling gerealiseerd worden. Namelijk het verzorgen van radio- en televisieuitzendingen in de gemeente Skasteloon, waarbij het omroepprogramma gericht is op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeftes. En dit tot genoegen, want in een onlangs gehouden kijk-en-luisteronderzoek reageerden ruim 80% van de ondervraagden zeer positief over de programma's van Oscar. Voordat deze nieuwe studio betrokken kon worden, moest er veel gepland, geregeld en gesleuteld worden. Een enorme klus voor de bouwcommissie, timmerploeg, technici en de overige medewerkers. En dan de donateurs. Belangrijk voor Oscar. Door de jaren heen heeft Oscar op de steun kunnen rekenen van een vaste groep van ongeveer 2000 particuliere bedrijfs- en verenigingsdonateurs. Voor ons zijn die donateurs onmisbaar. Samen staan zij voor een kwart van de totale begroting. De luisteraar of kijker die Oscar een warm hart toedraagt, maar nog geen donateur is, roep ik op de machtigingskaart die deze week door uw brievenbus is gevallen, in te vullen en daarmee uw morele steun om te zetten in daadwerkelijke steun. Last but not least, gemeente Skasteloon. Alweer een onmisbaar gegeven. Wij willen ook u bedanken voor uw steun in zowel financieel als moreel opzicht. Ook de toekomst moet natuurlijk niet vergeten worden. Vandaag vieren we een hoogtepunt, maar we moeten verder. Een blik op de toekomst van Oscar. Het beleid van het bestuur is erop gericht om met een groep enthousiaste medewerkers goede programma's aan te bieden. Op het gebied van de programma's zijn we van plan door te gaan op de ingeslagen weg. Natuurlijk zullen wij naar streven naar een voortdurende kwalitatieve verbetering. Door de benoeming van een hoofdredacteur mogen we vanuitgaan dat de zaken inhoudelijk nog beter gaan functioneren. Kwaliteit staat hoog in het vaandel, maar vooral ook samenwerking. Opleidingen van medewerkers zal in de toekomst meer aandacht krijgen. En dit kan alleen als er een gedegen financieel fundament is. U ziet, gemeente Skasteloon, uw steun is nog hard nodig om deze plannen te kunnen realiseren. Ik wil me graag aansluiten bij de oproep van de voorzitter van Oscar aan het adres van de bevolking in onze gemeente. Oscar kan alleen maar blijven bestaan als er ook voldoende mensen zijn die Oscar willen blijven steunen. Vele kleine bedragen, de tientjesactie van Oscar, een tien voor Oscar genoemd, is heel belangrijk. Daarmee kan ook op langere termijn het kostbare werk van de lokale omroep gestalte blijven krijgen. En kostbaar is het natuurlijk ook als je hier rondkijkt naar de televisiecamera's, naar de radio-uitrusting. Het zijn forse bedragen die op tafel moeten komen. Het gemeentebestuur ondersteunt Oscar. Wij hopen dat de bevolking Oscar ook blijft steunen en dat geldt uiteraard ook voor het bedrijfsleven. En wat dat betreft is het ook buitengewoon verheugend, nu ik de eerste resultaten van de enquête heb kunnen zien die uitgevoerd is onder een steekproef onder onze bevolking,
dat Oscar in hele ruime mate door onze bevolking wordt gesteund. Er komt een getal van 2/3 uit, eigenlijk die regelmatig naar Oscar luisteren. Nou, dat is een prachtig getal. En ook de waardering die daar uitgesproken wordt, is zeker positief. Niet alleen voor de radioprogramma's, zeker ook voor de televisie. Want de televisie is iets wat natuurlijk nog veel moeilijker, ingewikkelder is, waar meer bij komt kijken om niet alleen de opname te maken, maar er dan ook iets echt moois van te maken. En wat dat betreft is het ook prachtig als je dan verneemt dat zelfs de landelijke televisie beelden van onze Oscar gebruikt om bij het jubileum van onze commissaris van de Koningin het Friese accent nog eens extra aan te kunnen geven. Dames en heren, wij mogen trots zijn op deze nieuwe accommodatie. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik zal zijn zoals het gemeentebestuur dat hoopt. En wij mogen ook trots zijn op onze lokale omroep Oscar. Hartelijk dank voor al diegenen die zich daar willen inspannen. Ik hoop dat de plannen die er liggen ook om wat meer professioneel bezig te kunnen zijn, ook financieel waargemaakt zal kunnen worden. En de openingshandeling die nu dan plaatsvindt, die gaat als volgt, dames en heren. Er staat hier een apparaatje voor me waar, als ik op een knop druk, volgens mijn instructie geluid uitkomt. En dat is niet zomaar geluid, dat is de nieuwe tune van Oscar. Oscar heeft namelijk bij gelegenheid van de ingebruikname van de studio een nieuwe tune ontwikkeld. Ik wil de knop zo indrukken. Daar komen dan 3 tunes uit. En de eerste is de nieuwe tune die Oscar in de toekomst gaat gebruiken. Daarna komen er nog 2 andere. En het geluid bij elkaar is dan, dames en heren, het sein voor de ingebruikname van deze hal. U ziet daar een papieren deur, dat is natuurlijk niet de echte deur. En de toekomstige gebruikers die zullen zo direct daardoor binnenkomen en dan vangt het feitelijke gebruik aan. Nogmaals, van harte geluk gewenst aan de sporters en gebruikers bij deze ingebruikname, aan Oscar. En ik wil nu graag overgaan tot deze formele openingshandeling. Thank you.
Johan de Brummelhuis, even voor de luisteraar, en de meesten zullen hem wel kennen, maar... Het starten, hoe groeit zoiets? Nou, Herman is toen het hier begonnen bij een zenderke en van die komt te horen, dat groeide wat uit. En dat is eigenlijk de grondslaglijn voor Radio de Vlekken toen het hier. En daar is Oscar nog waarschijnlijk weer terugkomen. Ja, maar ik bedoel, er binnen een paar enthousiaste meisjes. Er moet wat apparatuur aangeschaft worden. Hoe is dat toen het hier ging? Ja, dat groeide gewoon. Op een gegeven moment werd het er weer bij elkaar lijn en dan werden we een actie houden en we gingen uitgooien en we dingen het alles. En dan kwam er weer wat geld op het proberen, en daar hebben we dan eventueel de apparatuur weer van betalen. Ja. En want het spul werd ik wel eens in beslag nam. En, ja. Hoe vaak is dat gebeurd? Dat je met aardig kwietrakken binnen... Ja, 5 keer. Naast wat er natuurlijk van de gemeente uit gebeurd is om het allemaal zo ver te krijgen hier, hebben we toch nog een kleinigheidje om aan te bieden aan dan in de persoon van de voorzitter van Oscar. Het zit hierin en het is functioneel. En daar kan wel een milieudiscussie over gevoerd worden. Of het wel verstandig is dat de gemeente dat dan aangeboden heeft, maar daar kunnen we het dan later nog eens een keer over hebben. Maar misschien is het aardigste dat u de eerste eens uitpakt die mevrouw van der Valk dan aanbiedt. En onder mededeling dat in het andere papier hetzelfde zit. Ja, ja. Dat gaat, dus pakt u het eens uit. Ben ik spier? Ja. Ik heb nu al vermoeden. Hallo. Hartstikke mooi. Ik ben ook blij dat er 2 zijn en niet meer. Oscar, want er zijn eigenlijk TV maar 2, en radio. Ja, Oscar, radio en tv. Maar er zijn eigenlijk ook maar 2 mogelijkheden waar gerookt mag worden in de nieuwe studio. Aha. Dat is op de redactiekamer en op... In de kamer van de voorzitter. Nou, nee. De voorzitter heeft geen kamer. Oh. Dus en hier is de 2e en niet te veel roken, zou ik zeggen. Nee. Dank u. Ja. Ik zal het doorgeven. Nogmaals veel succes met de activiteit. Dank u. Bedankt. Jouw Hintse pas de Iepering verheugt de burgemeester. En nou heb ik even een rondleiding hand. Wat is jouw eerste indruk daarvan? Want het is dringend geblazen. Er staan hier op dit moment ook verschillende mensen te kijken naar dit interview. En we kregen net al het bericht van je moet eigenlijk weer wat doorschuiven, want er staan alweer anderen te wachten. En dat is natuurlijk prachtig om het te zien, maar het is een schitterend gebouw. Het totale gebouw wat nu afgerond is, ook met muziekverenigingen, het Rode Kruis, Toonhuis. Dus de muziekschool, de creativiteitsruimte, de Oscar Radio en Televisie, evenementenhal. Nou, dat is prachtig. Daar kunnen we trots op zijn als gemeente. Bent u wel eens in de vorige studio geweest? Jazeker. Ja hoor. Want dan kijk ik het verschilje en hoe het daar weer en hoe het nou is. Nou, het heeft mij altijd verbaasd dat Oscar zulke goede uitzendingen kon presenteren op tv op zondagmorgen. Dan zitten wij altijd te kijken. En dat uit dat woonhuis kwam, dat heeft me echt altijd heel erg verbaasd. Hoe vindt u de programma's? Heel eerlijk zeggen. Nou, ik ben er trots op dat er hier in Skarsteland zulke mooie programma's worden gemaakt. Ik vind dat er door vrijwilligers echt professioneel werk wordt afgeleverd. En dat meen ik serieus. Is helemaal, want wij kunnen het vergelijken met Arnhem, waar ze ook bezig waren met radio en tv. En zelfs op dit moment kunnen ze nog niet tippen aan wat hier aan de mensen, aan de bevolking getoond wordt. Nou, dat is een compliment, denk ik. Geweldig, hè? Daar ben jij het mee. Nou, de burgemeester zei al, we konden het niet zo lang maken, omdat hier inderdaad allemaal weer mensen staan te wachten. Dus nu heb ik nog even een vraagje aan Frits. Wat tevreden dat nou daar? Ja, het gaat echt grandioos. Ontzettend veel bezoekers. Er staan gewoon echt rijen te wachten om even in de Oscar-studio te komen. We hebben allemaal rondleidingen, live-uitzendingen. Het is gewoon één bruisend geheel. Eén Oscar-club. Nou, en ik denk dat we er met z'n allen trots op mogen zijn. Ja, het nieuwe gebouw, maar ook op de club mensen, wat erin werkt. Ja.